Oh, ik vind dit wel heel gaaf. En deze met giraffen. En toen ik dit zag, toen werd ik helemaal vrolijk. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Joyce en je zou me kunnen kennen van mijn eigen YouTube kanaal waar ik ook regelmatig shoplogs opneem. En vandaag heb ik dus een hele leuke video voor jullie. Het is dus vandaag zaterdag jongens en het is dus weer de eerste dag dat we naar de winkels mogen. Ik ben helemaal excited, ik heb er helemaal zin in. Ik kan niet wachten om gewoon weer de action binnen te lopen. Ik hoop in ieder geval ook dat jullie zin hebben in deze video. Doe dan ook even een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet om even te abonneren. Op het kanaal van Action hieronder. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag allemaal gaan vinden. Ik wil vooral een beetje voor leuke decoratiespulletjes in huis gaan. Dus laten we naar de winkel gaan. Terug jongens, ik heb heel erg veel leuke spulletjes gevonden. Sowieso deze tas al vol en ook nog wat dingetjes die ernaast staan die er gewoon letterlijk niet in passen. Ik vond ook wel een hele vrolijke tas, want ze hebben dus 2000 winkels. Wist ik helemaal niet, maar de Action heeft gewoon al 2000 winkels. Echt veel. Ik ga in ieder geval meteen met het eerste item beginnen. Ik liep dus in de winkel en toen dacht ik op een gegeven moment, oké, laten we een soort thema hier aanmaken. En ik heb dus 10 verschillende dingen gevonden wat je allemaal leuk kan gebruiken als decoratie in huis. Bij één item dacht ik ook, is het decoratie? Ik vind van wel. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, maar ik vind van wel. Laten we gewoon met het eerste artikel beginnen. Het eerste wat ik heb gevonden is dit serveerplateau. Zo noemen ze het dus. Er zitten van die hele leuke pootjes onder. Deze stond meteen in het begin bij de winkel. Volgens mij noemen ze dat de weekacties. En deze heeft dus zwarte pootjes en gewoon een houten dienblad look. Ze hebben hem ook dat dit dus helemaal zwart is. En ik vind het altijd heel erg leuk om dit bijvoorbeeld op tafel te zetten en dan allemaal leuke kaarsen erop of een leuk lampje, over een lampje gesproken, die komt dadelijk, die er ook op zou kunnen. En verder is het natuurlijk ook gewoon heel erg handig om het natuurlijk als dienblad te gebruiken. En dan kan je er hapjes op maken en als je dan mensen krijgt die komen te eten, kan je dit mooi gewoon op tafel zetten. Dus ik weet zeker dat deze goed van pas gaat komen. Hij is ook echt wel groot trouwens. Het is echt groter dan misschien overkomt op beeld. Deze was in ieder geval 7,95. Dus ik vind het zeker een leuk begin. Dan zullen we maar gelijk doorgaan naar het lampje wat ik dus op het dienblad had bedacht. Ja, er moet nog een lampje in. Dus ik kan nu even niet aan jullie laten zien hoe het eruit ziet als die aanstaat. Maar dat kan je hier ook op het plaatje zien trouwens. En ik zag dus laatst ook bij een vriendin dat zij zo'n lampenkap had met allemaal van die lijntjes. En dat scheen dan heel erg vet zo op het plafond. Ik ben benieuwd of dat dit ook een beetje gaat doen, zeg maar. Maar als je dit in een hoek neerzet, of je dan ook van die lijntjes krijgt. Want ik vond dat er wel heel erg gaaf uitzien. Wat sommigen van jullie misschien wel weten, sommigen niet, is dat mijn vriend en ik zijn dus een heel huis aan het verbouwen. En we hebben dadelijk al onze inrichting nieuw nodig. Dus het komt perfect uit dat ik vandaag zoveel leuke dingen heb gevonden. En ik weet zeker dat dit leuk gaat zijn in het nieuwe huis. Deze was 8,95. Dus ik ben hier helemaal blij mee. Wat je natuurlijk ook niet kan missen in huis en als decoratie, is een leuke spiegel. Je hoort hem al helemaal. Dit is dus de spiegel die ik heb gevonden. Deze heeft een zwarte rand en dus zo'n zwarte kabel, zeg maar. Je snapt wel wat ik bedoel. En deze had ze ook in het goud, maar ik ben voor de zwarte gegaan. Dus we gaan hem eens ook even uitpakken. Oeh, zo. Oh, ik vind dit wel heel gaaf. Kijk dit even. Dit is dus de spiegel. Ik zie mezelf nu dubbel. Maar ik ga het ook niet naar de andere kant doen, want dan zien jullie al mijn zooi hier liggen. Maar ik vind dit echt wel heel erg vet. Hij is dus 55 centimeter. Dus echt wel een mooi formaatje. En ik denk dus dat het heel erg gaaf gaat zijn om dit in de hal op te hangen. Ik hou echt van die spiegeltjes ook bij elkaar. Dus om er meerdere bij elkaar op te hangen. Oh, ik vind deze mooier dan ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. Ook de achterkant en zo. Hij is echt mooi afgewerkt. En deze was trouwens 7,49. Het volgende item is iets wat je eigenlijk in elke ruimte neer kan zetten. Dit is dus een parfum voor je interieur. Ik heb eigenlijk helemaal niet gekeken welke geur het is. Maar het is dus sandalwood. Nou, het zal gegarandeerd lekker zijn. Even kijken. Oh, ik spuit het over mijn eigen gezicht. Oeh.
Oké, ja, hier ben ik heel erg blij mee. En ik vind het dus ook heel erg leuk dat dit helemaal een beetje in die marmer vibe is. Ik hou echt van marmeren tegels in de badkamer, wc, alles. Zo ziet het flesje er dus uit en deze was 1,78. Ik vind het gewoon een hele frisse geur en iedereen heeft natuurlijk wel een luchtverfrisser of iets in zijn huis staan. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk als hij er gewoon mooi uitziet en gewoon ook bij je interieur past. Ik ben hier heel blij mee. En ze hadden trouwens ook nog hele andere grappige. Ze hadden ook nog in het panterprint volgens mij. Nog wat dingetjes. Ja, ik vond het wel leuke flesjes. Ja, en toen ik dit zag, toen werd ik helemaal vrolijk. Dit zijn dus kaarsen die je in een kandelaar kan zetten. En dit zijn dus van die gedraaide kaarsen. Ik denk dat best wel veel mensen deze trend mee hebben gekregen de laatste tijd. Maar dit zijn dus van die kaarsen die helemaal gedraaid zijn. Zo zien ze er dus uit. En ik ben dus gelijk voor twee kleuren gegaan. Dan kan je ze ook gewoon een beetje combineren. Dus ik heb voor wit gekozen en voor roze. Ze hadden ook nog zwart. Vond ik ook gaaf. Maar past niet helemaal bij ons interieur. En nog een andere. Maar die ben ik vergeten. Ik ben er dus heel blij mee. En deze zijn 1,49 per stuk. Dus dan heb je 3 kaarsen voor 1,49. Echt top dat Action ze nu ook heeft. We gaan door naar het volgende item. En dat is deze set met een karaf en waterglazen. Als je aan mij vraagt van oké, wat vind je echt belangrijk qua decoratie in een huis. Dan staat voor mij echt een mooi gedekte tafel. En altijd een waterkan ergens met gewoon citroen en dat soort dingetjes. Dat vind ik dus heel erg belangrijk. En vind ik er altijd heel erg mooi uitzien. Dus dit kan zeker niet missen. Ik vind het ook een hele leuke doos. Dit zou ook gewoon al heel erg leuk zijn om aan iemand cadeau te geven. En ik vind het ook ideaal dat het een set is, want dan past het natuurlijk altijd mooi bij elkaar. Ik ben vooral benieuwd naar de karaf natuurlijk. Oeh, ja, ik vind deze heel erg mooi. Er zit dus van zo'n, ja, zo'n kurk op, zeg maar. Heel leuk dit. En zoals ik al zei, vind ik het dan leuk om hier citroen in te doen of weet ik veel. Je kan er alles in doen. Munt, aardbei, je kent het wel. En de glazen zijn ook best wel breed. Dat vind ik er ook altijd wel chic uitzien. Deze doos was trouwens 5,99. Wat ik dus nog meer heel erg belangrijk vind voor decoratie en dat heel je huis er mooi uitziet, is natuurlijk leuke verlichting. Zoals ik net al zei, natuurlijk met zo'n lampje of met kaarsje. Als je vaker naar mijn video's kijkt, dan weet je dat ik echt in love ben met geurkaarsen en kaarsen van de Action. En ik heb er dus weer 2 meegenomen. Dat zijn dus deze. Ik vond deze er gaaf uitzien. Zo met dat zwart en dan dat gouden detail erop. Ze ruiken ook echt heerlijk. Mijn hele kamer hier ruikt gewoon naar deze kaarsen. En die zijn natuurlijk ook leuk op die plank van eerder. Ik heb de vorige keer in mijn vorige shoplog een hele andere mooie gouden plaat laten zien. Volgens mij heb ik die ook voor jullie gefilmd in de Action. Anders komt die nu in beeld. Maar daar zouden ze dus ook heel erg leuk op staan. Ja, ik vind het echt heel erg gaaf. Deze waren trouwens 1,99 en ik heb dus deze met panters en deze met giraffen. En wat natuurlijk ook niet kan missen in een huis is een leuke fruitschaal. De fruitschaal staat natuurlijk bij iedereen altijd in zicht, op de keuken vaak. Ik vind het er ook altijd wel vet uitzien. Maar dan kan je ook maar beter gewoon een leuke kiezen. Deze was dus 2,99 en vind ik een hele leuke uitstraling geven. Ja, meer kan ik er niet over zeggen jongens. Het is een fruitschaal, leuk. Ja, ik zie het helemaal voor me. Dan gaan we alweer naar het ene laatste product van vandaag. En dat is deze geurdiffuser met de geur Cedar. Volgens mij spreek je het zo uit. Ik vond het gewoon ook al een hele mooie doos. Zo ziet de doos er dus uit. En ik was ook al lang op zoek naar zo'n soort glaasje. Ze noemen dit dus een apothekersglas. Ik vind het dus ook altijd leuk dat, als sommigen zeggen, de geur eruit is. Want ik vind die stokjes er altijd wel vet in staan. Kijk, dit zijn dus de stokjes die erin moeten. Om er dan bijvoorbeeld een bloem in te zetten. Of een, ja, gewoon een roos of zo. Ik vind het altijd wel heel vet staan. Dan halen we dus dit dingetje eraf. Bij het, oh, zo. Lijkt net champagne, jongens. En dan dus de stokjes erin. Kijk eens. Dan ziet hij er uiteindelijk zo uit. En het ruikt ook heel lekker dit. Oh, ik ben hier helemaal blij mee. En ik weet ook zeker dat dit ook gewoon weer leuk staat. Op die plank, bij het lampje. Ik heb gewoon een hele leuke plank volgens mij bij elkaar gesprokkeld. Dan gaan we naar het laatste artikel. En dit is dus het item waarvan ik eerst dacht, hoort het bij decoratie? En hoe meer ik er eigenlijk over nadenk, hoe meer ik denk, ja, het hoort er eigenlijk zeker wel bij. Namelijk dit hele schattige hondenbakje. Dit is dus wit met dus gouden details erop. We hebben dus een nieuwe puppy. Ze heet Nala. En die is van mijn ouders. Dus die gaat wel af en toe bij ons in ieder geval komen logeren. En ik vind dat een hondenbak staat altijd best wel natuurlijk opzichtig in het huis. Want
ze moeten natuurlijk kunnen drinken en eten. Dus dan is het helemaal leuk om daar gewoon iets schattigs en leuks voor in de plaats te zetten. En dat is dus deze geworden. Deze is dus 1,79. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg schattig. En ik weet zeker dat het leuk gaat staan. Dit is dan alweer het laatste item van vandaag. Ik ben heel erg benieuwd welk item jullie het leukst vonden. Laat het zeker even weten in de reacties. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook even een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker even niet te abonneren op het kanaal van Action. En als je zin hebt, ook op mijn kanaal. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!